Nou, ik heb ontzettend leuke granny squares gemaakt, vind ik. Steekmarkeren zitten nog in, die margriet. Ik vind het ontzettend leuk, zeker met het garen wat ik gekozen heb. En ik wil je laten zien hoe of dat je die haakt. Het zijn granny's van 5 rondes. En je haakt ze aan elkaar vast in de 5e ronde. 1 granny square haak je eerst helemaal. En daarna haak je de andere granny squares eraan. En ik weet, er zijn mensen die vinden join as you go, zoals dat heet, heel vervelend. Nou ja, die haken dan gewoon de hele granny squares en naaien of haken ze naderhand allemaal aan elkaar. Dat kan natuurlijk ook. Maar ik wil je laten zien hoe of dat je join as you go doet met deze granny square. Nou, ik had die granny squares gemaakt met deze papatja batik. Dit is kleur nummer 55406. De papatja batik. Het is een bol van 100 gram met 360 meter en het is een 100% acryl. Er staan allemaal maten op waar je mee kunt haken. Hier haken met 3 mm, breien met 4, 4,5 mm. Nou, daar trek ik me eigenlijk vrij weinig van aan. Het is een richtlijn. Je hebt een eigen hand van haken en ja, je kijkt gewoon wat jij mooi vindt bij jouw hand van haken. Ik kan dus ook niet zeggen van hoeveel gram gaat er in 1 granny square. Hoeveel heb je nodig voor een deken, een vest? Dat moet je allemaal zelf uitproberen. Met 100 gram kom je volgens mij best wel aan eind. Maar je zult er geen deken of geen vest. Ik denk dat je dan zeker 4 of 5 bollen wel nodig gaat hebben. Maar dat ligt ook weer aan de maat die je wil maken natuurlijk. Nou, ik ga haken met haaknaald 4,5. Dat kun je wel zien, hè? Ja, hier, 4,5. Daar ga ik mee haken. En ik laat deze bol lekker heel. En ik ga verder met de rest waar ik deze van gehaakt heb. Zonder om een nieuwe bol aan te gebruiken of aan te breken als ik nog andere heb liggen. Oh, mocht je tik-tak horen, Wiebe heeft de koekoeksklok weer opgewonden. De muur waar hij aanhangt, daar is hij van afgewezen. Want Wiebe heeft die muur heel mooi zacht geel gesaust. Nou ja, en toen ging de klok terug en toen heeft hij hem gelijk weer op tijd gezet en alles. En ik vind het hartstikke gezellig. Mocht je je eraan storen, laat het me onder in de beschrijving of naast, weet ik veel waar bij jou die beschrijving of die reactie staan. Laat het weten in een reactie. Dan weet ik dat voor volgende video's. Van, nou, dan zet ik hem gewoon stil. Want ja, als dat echt storend is, dan moet je dat gewoon even zeggen. We gaan beginnen met een magische ring. En ik laat altijd een vrij lange staart, omdat ik dat makkelijk vind om hem straks mee weg te naaien. Nou, 2 vingers. Je hebt verschillende manieren, hè, om zo'n magische ring te starten. Ik doe het altijd op deze manier. Staartje naar beneden laten hangen, over 2 vingers naar achteren, terug naar voren. Bovenop maak ik dan een kruisje hier aan de zijkant van mijn vingers. Dan draai ik mijn hand en ga deze lus of deze draad achter die lus langs. Hou ik hem hier vast. Pak mijn haaknaald met het haakje naar beneden. Onder die voorste lus door pak ik die achterste draad en als een katapult trek ik hem eronder door. Ik draai mijn haaknaald zodat die lus op mijn haaknaald zit. En in principe kun je nu al alles loslaten. Ik pak die draad die naar achteren gaat, dat is mijn werkdraad, hè, die loopt naar de bol. Die pak ik op en ik trek hem door de lus op mijn haaknaald. En dan heb ik alvast 1 losse gemaakt en ik heb een magische ring. Even uit elkaar, zo. Hier is dat staartje, daar trek je straks aan en dan wordt die ring kleiner. En we gaan over die 2 draadjes hier van die magische lus. Daar gaan we overheen haken. En we beginnen met nog 2 lossen. 1
en 2. En dat is dan het eerste stokje. In totaal wil ik 16 stokjes hebben. 1 heb ik er al, dus ik sla om in die magische ring over die 2 lussen heen. Daar steek ik in en ik haal mijn lus op en ik maak een stokje. Dan heb ik er 2. Omslaan. 3. Omslaan, lus ophalen. En het 4e stokje. 5. En 6. Totdat je in totaal, dus inclusief die 3 lossen, 16 stokjes hebt. Zo, ik heb er 16. Nu pak ik dat staartje en daar trek ik aan totdat de onderkant van de steken, de laatste en de eerste, totdat die elkaar raken. Dus met beleid aan het staartje trekken. Bijna. Zo, en nu raken ze elkaar. Nu sluit ik mijn ronde, maar niet in die derde losse en ook niet in het eerste stokje, maar ertussenin. Dus ertussenin, daar maak ik een halve vaste. Zo. En dan is ronde 1 klaar. En het zijn 5 rondes, dus dat gaat snel genoeg. Dan haak je nu 3 lossen. 1, 2, 3. En die telt voor een stokje. Je keert je werk. Dus nu kijk je tegen de achterkant aan. Denk je, maar dit wordt de voorkant. Super grappig. Nou, na die 3 lossen haak je 2, of ja, na die 3 lossen, wat dus een stokje is, haak je 2 lossen. Dan sla je 2 zakjes iets inzoomen. Niet te veel, want dan ben ik misschien weer buiten beeld. Zo. Dan sla je 2 stokjes over. Dat is die hier en de volgende. Die sla je over en daar tussenin weer. Dus niet in een steek insteken, maar ertussenin haak je 3 stokjes. Oh, stokje van, geen half stokje. Omslaan, 2 overslaan en dan in de opening insteken, lus ophalen en 3 stokjes haken. 1, 2. En 3. En dan doe je 2 lossen. 1 en 2. Weer 2 stokjes overslaan. En dan in de opening tussen de 2e en de 3e, daar haak je weer 3 stokjes. 1. 2. En 3. En 2 lossen. Omslaan, 2 stokjes overslaan en dan tussen de 2e en de 3e in. Dus niet in de steek, maar tussen de 2 steken in. 3 stokjes. 1, 2 en 3. En 2 lossen. En zo doe je dit hele rondje eigenlijk. 2 overslaan en dan tussen erin, tussen 2 en 3, daartussenin 3 stokjes. 1, 2, 3 en 2 lossen. Nou, ik hoef er nog maar een paar, daar hoef de camera niet voor uit te zetten, hè? Kunnen we best samen. 2 stokjes overslaan en dan tussen die 2 steken in, tussen steek 2 en 3, 2 stokjes. 1 en 2. 2 overslaan en dan 1, 2, 3. En tussen 2 en 3 in, daar haak je 3 stokjes. 1.
2. 3 en 2 lossen. Weer 2 overslaan en dan in de opening erna 3 stokjes. 1. 2. 3. Even kijken hoor, kan ik het laten zien? Wow. Chrissy, mijn camera helemaal scheef. Oh-oh, ik moet even mijn camera recht zetten. Nou, met dat gestuntel, ik hoop dat jullie Chrissy nog net hebben gezien. Hij kwam lekker, hij lag op tafel en hij vond denk ik tijd dat hij ergens anders ging liggen. Ik denk dat hij mijn gekletsbeu was of zo. Oké, die 3 stokjes gedaan, 2 lossen. Omslaan. En als ik dan 2 stokjes oversla, kom ik bij die ruimte waar hier die 3 lossen uitkomen. Die telde als stokje. In die opening, die ruimte, daar haak ik nu 2 stokjes. 1. En 2. En dan in de derde losse. 1, 2, 3. Daar sluit ik met een halve vaste. En dan heb je dit. En dit wordt de voorkant van je werk. Dus staartje ligt nu aan de voorkant. En voor het gemak trek ik die door het gaatje even naar achteren. Zo. En dan hebben we al 2 rondes klaar. Ronde 3. Ik vind hem heel erg leuk. Je maakt een halve vaste naar de volgende opening. Dan zit je op de goede plek om de derde ronde te beginnen. En dan begin je met 2 lossen. En dat is een half stokje. Dan in die opening haak je... In die opening haak je... het gaat wel gezellig vandaag, hè? In de opening haak je 5 stokjes. Chrissy weg, komt Doris eraan. Dit is 2. En 3. En 4. En 5. Doris, ja, mijn camera is ook lief. Ik weet het. Jij ook, ik ook. Alle kijkende mensen zijn lief. Iedereen is lief. Ja. Oké, dus ik heb hier die 2 lossen. Dat is een half stokje. Dan heb ik 5 stokjes. En om dit waaiertje af te maken, haak ik nog 1 half stokje. Dus omslaan. Lus ophalen. Door het toe. Lus op. Nee. Oh, gezellig jongens. Ik denk, ik film even gauw. Ja. Oké, ik had lus opgehaald. Ik sla om. En ik haal die lus door alle 3 die op mijn haaknaald zitten. En dan heb ik een half stokje gemaakt. Nou, en dat ga ik in iedere opening doen. Dus omslaan in de volgende opening. Een half stokje. 5 stokjes. 1, 2, 3, 4 en 5. En als laatste nog 1 keer een half stokje. En dan ga ik even tijd aan Doris besteden. Nou, Doris, die is erbij gaan liggen. Kijk, hier zien we nog net zo uit. Ja, nee, blijf gewoon lekker liggen. Ik dacht, het kan weer. Ga maar lekker liggen. Ja. Nou, hopelijk 1 keer ongestoord zonder Doris voor kunnen doen. Want ieder blaadje is eigenlijk hetzelfde. Je begint met een half stokje. Dus omslaan, volgende opening. Lus ophalen, omslaan. Door alle 3 de lussen. Een half stokje. Dan 5 keer een stokje. 1. 2.
3. 4. En 5. En dan nog één keer een half stokje. En zo maak je alle blaadjes en dan kom je uit op 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 blaadjes kom je dan uit. Nou, ik heb 8 van die blaadjes en nu sluit ik mijn ronde weer in de tweede losse. 1 en 2 en daar een halve vaste. Zo. Dan keer ik mijn werk. Ik doe niks, geen lossen. Ik keer mijn werk. En dan in de opening hieronder, tussen de twee blaadjes in, daar maak ik een halve vaste. En dan ben ik op de goede plek om de volgende ronde te gaan beginnen. Oké. We beginnen met 2 lossen. En dat is een half stokje. 1 en 2. En dan 5 lossen voor een opening. 1, 2, 3, 4 en 5. Dan ga je naar de opening tussen de twee waaiers in. Dus hier heb je weer 2 waaiers en die opening eronder. Dus niet dat steekje wat je hier ziet. Niet dit steekje, maar de opening eronder. Daar haak je een stokje. Dan 5 lossen. 1, 2, 3, 4 en 5. Even wat garen, zo. En dan in diezelfde opening waar je al een stokje had gehaakt, haak je er nog een. En dan heb je een hoek gemaakt, want we hebben nu een ronde bloem en we gaan er nu een granny square van maken. Dus hier heb je nu een hoek. 5 lossen. 1, 2, 3, 4, 5. De opening tussen de twee volgende waaiers in, de bloemblaadjes. De opening dus. Niet de steek, maar de opening eronder. Daar haak je een half stokje. Zo. En weer een keer 5 lossen. 1, 2, 3, 4 en 5. Ga je naar de volgende opening tussen de twee bloemblaadjes in. En dan maken we weer een hoek. Dus een stokje. 5 lossen. 1, 2, 3, 4, 5. En nog een keer een stokje in diezelfde opening. Dan heb je een hoek, een zijkant en hier weer een hoek. Dit is ronde 4 als het goed is. 1, 2, 3. Ja, dit is ronde 4. Nou, na die hoek 5 lossen. 1, 2, 3, 4, 5. En tussen de twee volgende bloemblaadjes in een half stokje. 5 lossen. 1, 2, 3, 4, 5. Ga je naar de volgende opening tussen twee bloemblaadjes in. En daar maak je weer een hoek. Dus een stokje. 5 lossen. 3, 4, 5. En nog een keer een stokje in diezelfde opening. Dan moeten we weer een zijkant maken. Dus 5 lossen. 1, 2, 3, 4, 5. En een half stokje tussen de volgende twee bloemblaadjes in. Een half stokje. 5 lossen. En dan de laatste hoek die we moeten maken. Dus tussen de bloemblaadjes in. Een stokje. 5 lossen.
En nog een keer een stokje. En dan moeten we nog één keer een zijkant maken hier. Want één halve zijkant hebben we al, hè. Dus er moet er nog één bij. Doen we 5 lossen. 1, 2, 3, 4 en 5. En dan hier dit boogje. De tweede losse. 1 en 2. Daar sluit je in met een halve vaste. En dan hebben we het vierkant. Even iets hoger neerleggen. Zo. Dan hebben we het vierkant. Nou, voor de vijfde ronde, zonder een losse te maken, keer ik mijn werk. En met een halve vaste ga ik naar die grote opening hier van 5 lossen. Daar maak ik een halve vaste. En dan ben ik op de plek waar we de laatste ronde gaan maken. 3 lossen voor het eerste stokje. 1, 2 en 3. En dan 4 stokjes in die opening erbij. Eén. En verdeel ze over die openingen. 2. 3. En 4. En daar bedoel ik mee dat ze mooi verspreid over die 5 lossen zitten. Dat ze niet in een groepje heel dicht bij elkaar zitten, maar dat ze mooi naast elkaar zitten. Nu heb ik er dan in totaal 5. Die 3 lossen, dat is 1, 2, 3, 4 en 5. 1 losse. En dan in die hoekopening, daar haak je 3 stokjes. 1. 2 en 3. En dan 3 lossen. 1, 2 en 3. En in diezelfde opening, ondertussen heb ik mijn werk een kwartslag gedraaid. In diezelfde opening nog een keer 3 stokjes. 1, 2. En 3. En dan heb je de hoek hier gemaakt. Dus nu gaan we langs deze zijkant verder. Eerst een losse. En dan sla je deze steek over en je gaat naar de opening. En daar haak je 5 stokjes. Netjes achter elkaar. 1. 2. 3. 4 en de laatste, 5 en dan een losse. Dan sla je het halve stokje sla je over en in de volgende opening 5 stokjes. 1, 2, 3, 4. En 5. En een losse. En dan hier in die hoek 3 stokjes. 1. 2. 3. En dan 3 lossen. 1, 2, 3. En nog een keer 3 stokjes. Ik draai mijn werk een beetje en dan kan ik hier over dit los kettingje, die opening. Daar haak ik dan 3 stokjes. En dan heb ik weer de hoek. 1, 2 en 3. En een losse. Nou, en zo ga je dus helemaal rond. Zo. En dat is je laatste ronde. Ik denk dat het wel duidelijk is, hè? 5 stokjes in de boog. Een losse, 5 stokjes in de boog, een losse en dan weer een hoek zoals we die hier gemaakt hebben. En ook na de hoek steeds weer een losse. Nou, dan zie ik je hier terug, daar, bij mij onderin.
Nou, ik heb die laatste 5 stokjes, hè. Even deze beetje netjes zo. 1, 2, 3, 4, 5. Dan doe ik nog 1 losse. En ik sluit mijn ronde in de 3e losse hier van het begin met een halve vaste. Vergeet die ene losse niet, hè. Zo. Dan draadje afknippen. Nog 1 keer doorhalen. En je eerste granny is klaar. Als je dit nou met katoen zou willen doen of zo, hartstikke leuk, heb je onderzetters. Maar ik ga natuurlijk verder met de papatja. Ik hoop dat je het kleurverloop al kunt zien. Ik weet niet hoe het bij jou overkomt op scherm. Maar dit is het donkere blauw en het gaat al helemaal naar het lichte. En dat vind ik zo leuk. Oké, ik ga een 2e granny haken tot en met ronde 4. En dan ronde 5 gaan we hem verbinden. Ga ik hem verbinden met deze granny. En dan ga ik dan filmen om te laten zien hoe of dat ik dat doe. Nou, ik heb ronde 4 klaar. Ik keer mijn werk weer en met een halve vaste ga ik naar die eerste opening. Zo. En dan komt nu de ronde waarin we dit vierkant. Oh, schaart even weg, maak zo'n herrie. Dit vierkant en deze aan één kant met elkaar gaan verbinden. Ik begin met eerst dit stukje van de zijkant te doen. Dus 3 lossen. Dat is het eerste stokje. En dan nog 4 erachteraan. Dan heb ik er 5 in dat boogje. En dan een losse. En ben ik bij de hoek en daar doe ik 3 stokjes. En dan stop ik even. 1. 2. En 3. Zo. Dit is het vierkant waar ik mee aan het werk ben. En dit vierkant had ik al klaar. Ik had eigenlijk die draadjes weg moeten naaien, maar ik denk, ja, heb ik geen zin in hoor. Maar denk maar dat die draadjes zijn weggenaaid. Nu leg ik dus het vierkant wat ik al klaar heb boven me en het werkvierkant onder me. En Doris denkt van, hé, kussentje. Ja, die papatja is dan ook wel heel zacht, hè. Zie je ook het kleurverloop nu? Ik vind dat zo leuk. Maar goed, we gaan eerst de hoeken hier met elkaar verbinden. Bij dit vierkant hebben we 3 lossen gedaan. Die gaan we nu vervangen door 1 losse, een halve vaste en weer een losse. Dus 1 losse. Dan pak ik Doris' kussentje even en die til ik op, zodat ik van onder in die hoek in kan steken. En daar maak ik een halve vaste. En dan weer een losse. En dan zit de hoek, die zit verbonden. Dan maak ik deze hoek af met 3 stokjes. In mijn werkvierkant, zeg maar, in mijn werkrennie. 1. 2. 3, zei ik nou 4 stokjes? Ik bedoel 3, hè? Want in de hoeken deden we steeds 3. Nu doen we geen lossen, maar in die losse opening van het vierkant wat al klaar was, daar gaan we weer een halve vaste maken. Dus ik til mijn lapje op en vanaf de onderkant steek ik in die losse opening al in, haal een lus op en maak een halve vaste. In het volgende boogje komen dan weer 5 stokjes. 1. Sorry Doris. 2. 3. 4. En 5. En nu geen losse, maar een halve vaste in die volgende opening hier.
Dus die 5 stokjes, die sla je over. Die heb je hier net ook gehaakt. Die komen tegenover elkaar te liggen. En dan in die 1 losse opening van onderaf insteken en een halve vaste. En dan heb je dit. De hoek zit die vast, na de hoek zit die vast en in het midden zit die vast. Dan weer 5 stokjes, want het rechte zijkantje is nog steeds niet af. 1, 2, 3, 4 en 5. Volgende opening, ook weer een halve vaste. Dus van onderaf insteken en een halve vaste maken. En dan ben je bij de hoek. En de hoek 3 stokjes. 1. 2. 3. En in plaats van 3 lossen om de hoek om te gaan. Eerst 1 lossen. Dan in de hoekopening, ha Chrissy, in de hoekopening een halve vaste en dan weer een losse. Ik draai mijn werk een kwartslag en nu kan ik aan deze zijkant gaan werken. Dus ik maak eerst de hoek af met nog 3 stokjes. 1, 2 en 3. En nu zit hij helemaal verbonden. Zie je het? Met die halve vaste hier in die openingen. En nu kan ik dit vierkant helemaal af gaan maken. Net zoals dat ik deze heb gedaan. Dus 1 losse. In de volgende opening. En 5 stokjes. 1. 2. 3. 4, 5, een losse, weer 5 stokjes, 1, 2, 3, 4, 5, een losse en dan ben ik weer bij de hoek. 3 stokjes. 1. Zo, wat garen. Dus 1. 2. 3. En dan 3 lossen. Want het is een gewone hoek. We verbinden hem nergens mee. Weer 3 stokjes. 1. 2. 3, een losse en dan weer dit zijkantje, hier weer een hoek, hier weer 5 lossen, 5 stokjes, 1 losse en verbinden hier in de bovenste, draadje afknippen en dan heb je 2 klaar. Ga ik beginnen met de derde, laat ik zien hoe of dat je hem aan een zijkant verbindt waar je al een hoekje hebt verbonden. En dan ga ik ook nog een keer een vierde maken. Maar dat doe ik dan daarna. Hè. Laat ik zien hoe je hem aan 2 zijkanten verbindt. Dus we zijn er nog niet hoor. Maar de vierkantjes die zijn wel duidelijk, neem ik aan. Oké. Deze die mag uit beeld. Hier is mijn draadje. Dit zijn die 2 lapjes van net. En de derde heb ik nu zover. Dat ik de zijkant heb gedaan en de helft van de eerste hoek. En nu moeten we deze gaan verbinden. Of deze, als jij dat wil. Maar je kunt natuurlijk ook eerst een hele lange lap maken. Maar voor de techniek ga ik laten zien hoe ik hem aan deze kant ga verbinden. Ik doe voor de hoek geen 3 lossen, maar net als net 1 losse. En dan pak ik dit vierkantje en van
onder in de hoek steek ik in en ik maak een halve vaste. En dan weer één losse. Dat is eigenlijk hetzelfde. Net als net hier, dit kantje, hè? Dat is hetzelfde. In de hoek nu weer drie stokjes erbij. Dan heb ik de hoek klaar. 1, 2, 3. En in plaats van een losse, maak ik weer een halve vaste hier in die ene losse opening. Van onderaf insteken. Zo. Omslaan en dan het grote boogje, daar weer 5 stokjes. 1, 2, 3, 4, 5. En nu weer verbinden met de lap in die losse opening. Zo. Weer 5 stokjes hier in die grote boog. 1, 2, 3, 4, 5. Dan heb ik hier weer een losse opening, zie je dat hier? Daar komt ook weer een halve vaste. En dan ben ik hier in de hoek. Daar doe ik eerst 3 stokjes. 1, 2, 3. Ik haal even wat garen van mijn bol. Kijk, ik heb hier een grote uitgehaalde bol. Daar ben ik mee aan het haken. Oké, 3 stokjes. En nu gaan we het hier in het midden verbinden. Ik doe eerst 1 losse. Dan pak ik mijn lap. En hier zie je dus die halve vaste, hè, waar ik mee verbonden heb. En nu steek ik, even mijn draadje erboven zo. Nu steek ik dus hier in die halve vaste in. Zo. Ik heb 2 lusjes van die halve vaste. Kijk maar. Ik ben er dwars doorheen gegaan. En nu maak ik een halve vaste. Dus ik haal de lussen door en door de lus op mijn haaknaald. En ik doe 1 losse. Dan heb ik weer een hoek vervangen van 3 lossen. Heb ik vervangen door 1 losse, een halve vaste en weer een losse. Dan heb ik toch weer 3 steken. En nu kan ik aan mijn werklapje weer verder. Gewoon de hoek afmaken met 3 stokjes. 1, 2 en 3. En een losse. En weer 5 stokjes. 1, 2, 3, 4, 5. En een losse. En dan kan ik het hele vierkant hier weer afmaken. En hij zit hier nu dus verbonden. Ga ik er nog eentje haken. En dan laat ik zien hoe je hem dan aan 2 kanten verbindt. Ja, en dan weet je hoe je de granny maakt. Wat de techniek, hoe ik het join as you go doe. Het verbinden tijdens het haken. En heb jij daar een andere manier voor? Helemaal goed. En wil je niet join as you go doen, maar naderhand ze allemaal aan elkaar maken? Ook prima. Maar dat ga ik allemaal niet voordoen hoor. Want dan wordt het een tutorial van 87 uur. Want er zijn zoveel verschillende manieren. Dat mag je dan zelf verzinnen. Ik haak dit vierkant af. En ik begin weer aan deze, de vierde. En dan kom ik terug om te laten zien hoe je hem aan 2 kanten verbindt. Het is eigenlijk hetzelfde hoor.
Nou, dit is dan dus de bedoeling. Dit is mijn werkvierkant en die ga ik eerst aan deze verbinden en daarna aan die. Dus ik begin met het draaien van mijn werk, zodat ik in deze hoek als eerste kan gaan verbinden. Mijn werkvierkant heb ik weer zover dat ik in die eerste hoek ben. En ik begin met één losse en een halve vaste hier in de hoek van mijn lap. En dan weer een losse. En het verbinden gaat eigenlijk precies hetzelfde, behalve in het midden waar die drie lapjes alweer bij elkaar zitten. Daar kan even een knelpuntje zitten, vandaar dat ik het wil laten zien. 1, 2 en 3. En dan geen losse, maar in de opening hier. In de opening. Een halve vaste. In mijn werkvierkant, in die grote boog weer, de 5 stokjes. 1, 2, 3, 4 en 5. Nou, op zoek naar de volgende losse opening. Een halve vaste. En dan nog een groepje van 5 stokjes hier. 1, 2, 3, 4 en 5. Ik pak weer even wat garen van mijn bol. En net rolde die gewoon op de grond. Was ook niet zo handig, kon ik er achteraan rennen. Hier nog een losse opening. Dus ook hier weer een halve vaste. Zo. Dan in de hoek van je werklap 3 stokjes. 1. 2. 3. En de 3 losse van de hoek, die vervang ik weer door 1 losse, een halve vaste en 1 losse. Dus 1 losse. En dan zoek ik hier die hoek. En dan steek ik weer door een halve vaste heen. En deze hoek had ik als laatste hier aangehaakt volgens mij. Maakt niet zoveel uit. Kies er gewoon één. Kijk, je kunt ook zo in die opening insteken. Hè? Dat je je haaknaald dwars in die opening legt. Zal ik dat eens doen? Kijken wat het effect is. Dus, ik maak die hoek open. En ik steek mijn haaknaald erdoor. Maar ik vind dat zelf niet mooi. Zo. Ik vind dat niet mooi. Want dan zit hij hier in de opening verbonden en in deze opening niet. En dat vind ik gewoon niet mooi, dus die haal ik uit. Maar jij mag dat doen, hè? Wat ik ga doen, ik zie hier de halve vaste. Dus niet hier dat veetje van die blauwe, zal ik inzoomen. Niet het veetje wat ik hier zie van die donkerdere blauwe, maar het gaatje hier. En daar steek ik van onderaf in. En daar maak ik dan een halve vaste. En ik vind dat mooier. Nou, dan doe ik weer een losse. En dan doe ik eerst 3 stokjes, zodat ik dit stukje zonder haaknaald heb liggen. 3 stokjes weer voor de hoek in mijn werklapje. 1. Lus omhoog. Kijk. Ik vind dit veel netter verbonden. Dit is het verbindingspuntje hier. Ik vind dat netter dan wanneer ik de net hier in zo'n grote opening heb ingestoken. Dat is het verschil. Maar
Doe wat jij mooi vindt, hè? Nou, en nu kan ik gewoon dit zijkantje gaan verbinden. Dus lus weer op de haaknaald. En dan deze verbinden. En dan kan ik de hoek weer afmaken. Dus hier weer. Ik heb die drie stokjes gedaan. Dus in de losse opening een halve vaste. Vijf stokjes in de boog van mijn werklapje. 1, 2, 3, 4, 5. Dan heb ik hier weer een losse opening. Dus een halve vaste. En die steek ik steeds van onderaf in de lap in, hè? 1, 2, 3, 4, 5. Hier weer een opening. Een halve vaste. En dan ben ik weer bij de hoek. 3 stokjes. 1, 2, 3. 1 losse. In de hoek van mijn lap een halve vaste. 1 losse. En nu kan ik mijn werklap verder gewoon afmaken. Nou zat ik te denken, eigenlijk is het wel zonde, hè? Als ik nu dit hier verder helemaal niks mee doe. Is wel zonde. Als ik nou deze even onder Doris vandaan haal. En deze is ook 2 lapjes breed. En deze is 2 lapjes breed. Als ik hier nou nog eens 2 lapjes tussen maak. Zodat ik... Ik maak het vierkantje. Ik verbind hem aan deze. Dan maak ik een gewone zijkant. En dan verbind ik hem aan de onderste. En dan dit afmaken. En dan doe ik nog een vierkant. En die verbind ik dan aan 3 kanten. En deze open. En dan heb ik een lopertje. Heb ik een tafellopertje. Misschien dat ik nog een randje vast of zo eromheen maak. Maar dat is dus fantasie wat je allemaal met die vierkantjes kan doen. Ik denk dat ik daar eens over na ga denken. In ieder geval. Dit is voor nu dus de tutorial. Een bloemen granny square. 1, 2, 3. Een bloemen granny square. En dan verbinden met join as you go. En ik heb juist voor papatja gekozen. In verband met het kleurverloop. Ik vind dat zo ontzettend mooi. Kijk deze. Die blauwe. Ik vind het prachtig, maar je hebt hem ook zo in tinten geel, geloof ik. En tinten roze. Maar je hebt ook hele bonte tinten van rood, geel, blauw. Alles door elkaar. Krijg je een heel bont kleedje. Maar ja, het is maar net wat jij mooi vindt. Wil jij effen kleuren? Ja, dan neem je bijvoorbeeld de Color Crafter. Of de budgetgaren wat je kunt nemen van de Zeeman of de Vibra. Of van Lammy, de nummer 1. Dat kan natuurlijk ook. Als je dan toch bij Eva bestelt, bestel dan nummer 1 erbij. En dan kun je zo een effe kleur maken. Je kunt ook elke ronde een andere kleur geven. Dan hecht je af na elke ronde. En dan begin je met een nieuwe kleur. En waar je dan moet beginnen, ja, doe dat dan op dezelfde plek waar je afgehecht hebt. Maar dan een eindje verderop. Snap je wat ik bedoel? Dat als je bijvoorbeeld hier na die granny stokjes heb je hier afgehecht. En dan doe je een halve vaste naar de opening. Nou, hecht dan aan in een andere opening een eindje verder aan. Verderop, zodat die af- en aanhechtingen niet te dicht bij elkaar zitten. En ja, zo kun je van kleur wisselen als je het met effen garen wil doen. Het kan echt allemaal. Maar ja, ik heb zoiets van gemak dient de mens. En ik vind deze blauw ontzettend mooi.
Dus ja, dan hoef ik er verder niks aan te doen. En ik laat me verrassen door het kleurverloop. Ik hou daarvan. Je kunt ook lang verloop nemen, dan wordt het effect nog heel anders. Of garen met spikkeltjes. Of, nou ja, alles kan eigenlijk. Afhankelijk van het garendikte en je haaknaald, zo groot wordt je granny. En ik weet dus ook niet hoeveel garen jij nodig gaat hebben, want het is helemaal afhankelijk van wat jij maken wil. Nou, ondertussen is hij dus af. Daar kan ik dus echt geen antwoord op geven. Zo, kijk. En Doris is weer op zijn kleedje gaan zitten. Ik vrees dat als ik er een loper van maak, dat Doris dat als ligger gaat gebruiken. Een tafelligger. Geen tafelloper, maar een tafelligger. Maar ik ga het lekker toch doen. De foto, daar zien jullie dan die tafelloper op. Ik haak er dan gewoon heel simpel een randje vast om en verder niks meer. Die twee vierkantjes ertussenin. En verder kun jij ermee fantaseren. Wat kun je maken? Kussenhoezen, tafelloper. Als je het met katoen doet, een onderzetter. Katoen is altijd makkelijk, want dat was zo lekker, weet je wel. Een deken, babydeken, een poncho. Verzin er maar mee. Alles wat je sowieso met grannies kunt maken, kan dan dus met deze. Ik wens je heel veel haarplezier. Ik zal het nog één keer zeggen. Papatja Batik, kleurnummer 55406. Maar ik zal de link waar ik de Papatja Batik tegenwoordig koop, die zal ik dus onder in de beschrijving zetten. Niet verplicht, dat weet je. Maar dat is van Eva, janiceeve.be. Niet verplicht. En kies je eigen garen. Dit is alleen maar als voorbeeld. Ik zie je graag terug bij een andere tutorial. Oh ja, en laat weten wat je van mijn klok vindt. Hè? Als dat storend is of juist niet, even in de reactie vermelden. Dan lees ik dat allemaal terug.